hou van boeken en van lezen. En ik heb in het Nederlands, in het Spaans en in het Engels altijd gelezen. Ik heb ook in het Nederlands gelezen, maar andere boeken. En ik wil de mensen met dezelfde passie vinden. En ik wist dat zij anderstaligen zouden zijn, dat ik vond het interessant om deel te nemen. Twee van de boeken waren overlopen en de andere niet, maar ik wil ze lezen in de toekomst. Ik heb de huur van vrijheid gekozen, want ik hou van lopen. Ik loop heel graag en ik sport heel graag. Dus ik vond het interessant, want het was over een echte persoon die van Somalië was. Dus ja, ik wilde dit lezen om meer te weten over haar. Ik heb geleerd beeldingen, mijn mening geven over boeken, ook een samenvatting te doen, te maken over het boek dat ik heb gelezen. En ook ideeën over creativiteit, dat ik kan doen of maken voor mijn projecten tonen aan andere mensen. Er is een zin dat Samia zei aan haar zus, en het is nooit zeggen dat jij bang bent, anders komen je wensen niet uit. Dat kan zijn aan vrienden dat geen idee geven over vluchtelingen en de mensen die geen idee geven over de problemen dat in andere landen hebben. Want het zegt over het leven van Samia en ze was een vlucht, of ze probeerde een vlucht op de vlucht. Om te vluchten. Dus ik denk dat het zo een goede cadeau zijn voor mensen die willen meer weten over de mensen die hebben problemen in hun eigen landen.